De deskundigen en de wetenschappers hadden het inzicht wel, maar het werd door het beleid niet volledig erkend. Begin 1995 was er sprake van een dreigende hoogwatersituatie op de grote rivieren, zodanig dat besloten werd tot evacuaties van hele gebieden. En er waren in dat voorjaar, diverse momenten dat de situatie echt kritiek was. Gelukkig gebeurde er geen ramp. Maar het was voor de sector een serieuze wake-up call. Deskundigen vroegen daarna in toenemende mate aandacht voor de situatie, maar het duurde een hele tijd voordat de beleidsmakers hier serieus op ingingen. Een belangrijke doorbraak, en dat is een bewuste woordspeling, kwam in 2004 met de publicatie van het rapport Risico in bedijkte termen van het Milieu- en Natuurplanbureau. Een onderdeel van, jawel, daar hebben we ze weer, het RIVM. Deze thematische evaluatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid tegen overstromen toonde onweerlegbaar aan dat de risico's van een overstroming substantieel werden onderschat. En zoals ik het zelf destijds beleefde, de publicatie van dat rapport, en dat is niet dus een feit, maar meer een gevoel, was dit rapport eigenlijk bijna een soort bom onder het beleid. En ik laat één grafiek uit het rapport zien die feitelijk de essentie van het geheel in één plaatje weergeeft. Dat is deze grafiek. Deze grafiek gaat over groepsrisico's. Dus het risico dat een groep van x individuen slachtoffer wordt van een incident. De assen, dat merk ik maar even op, zijn beide logaritmisch. En de zwarte lijn, die geeft aan wat de resultaten zijn voor externe veiligheid. Dus dat zijn de risico's als gevolg van calamiteiten met fabrieken, vliegtuigen, chloortransporten, ontploffingen, etc. Die voor deze vergelijking, voor dit onderzoek, allemaal bij elkaar zijn opgeteld. Dus dat is nogal wat. De blauwe lijn, met daar die blauwe vlek omheen, dat is de onzekerheidsmarge, een hele brede onzekerheidsmarge, die geeft het groepsrisico bij een overstroming. En je ziet dus dat de schatting van de overstroming over de gehele linie, praktisch over de gehele linie, een factor 100 tot 1000 hoger ligt dan de externe veiligheid. En ook belangrijk dat die veel verder doorloopt, tot aan een groep van 100.000 slachtoffers toe. Nou was dit onderzoek in 2004 niet gemakkelijk om wat dat betreft te doen. En dat verklaart natuurlijk ook die grote onzekerheidsmarge die is aangegeven. Maar desalniettemin bracht het onmiskenbaar in beeld wat het effect was van overstroming. Wat het effect zou kunnen zijn, orde grootte. In vergelijking dus met alle andere externe narigheid die ons ten deel kan vallen. In eerste instantie werd dit min of meer ontkend. Het rapport verdween een tijdje uit beeld. Later werd door sommigen gesteld dat het dan misschien wel zo was, maar dat je natuurrampen niet zomaar mag vergelijken met de gevolgen van menselijk handelen. Natuurrampen zijn nou eenmaal anders en mogen een grotere impact hebben dan door de mens veroorzaakte rampen. Je zou kunnen zeggen God-given versus man-made. Daar werd door anderen dan weer tegen ingebracht dat een watersnood in Nederland niet meer beschouwd kan worden als een zuivere natuurramp, omdat het menselijk handelen inmiddels een doorslaggevende rol speelde. Denk bijvoorbeeld aan de keuze om onder zeeniveau steden te bouwen. Gaandeweg werd de druk vanuit de deskundigen opgevoerd, hetgeen uiteindelijk de start werd voor een zwaar traject, een zwaar beleidstraject, waarin opnieuw werd nagedacht over de beleidsvraag: hoe moeten wij ons land tegen hoogwater beschermen? Volstaat de aanpak met dijken of zijn we toe aan een nieuwe insteek? En daarmee zijn we beland bij het tweede kernbegrip.
de veiligheidsfilosofie. Gelet op de situatie die ik hiervoor beschreef, het lage land, een delta van grote rivieren, deels onder de zeespiegel, konden economen lange tijd voorrekenen dat elke gulden en later elke euro het meeste opleverde als hij geïnvesteerd werd in het systeem van dijken. Zorgvuldiger geformuleerd in preventie. We moesten en we moeten alles op alles zetten om de overstroming te voorkomen. Die kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. Maar mede door het rapport van het RIVM werd er hier en daar heel voorzichtig de vraag opgeroepen of dat voldoende zou blijven. Moesten we niet ook gaan nadenken over andere oplossingen om de risico's van hoogwater af te weren dan wel op te vangen? En hieruit kwam voort het meerlaags veiligheidsmodel. In dit model wordt aangegeven dat er naast de eerste laag, die van de preventie, ook nog andere opties zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook nadenken over de plekken waar je kwetsbare functies, zoals wonen, neerlegt, om het zo te zeggen. Het gaat dus om de ruimtelijke inrichting. Het probleem is natuurlijk wel dat je niet ongedaan kan maken wat er in de eeuwen voor onze tijd is gebeurd. Het is heel begrijpelijk dat het wonen nabij rivieren of riviermonden van oudsher heel aantrekkelijk was. Vanwege de vruchtbare grond, de visserij, vanwege de transportmogelijkheden. Want vroeger was het natuurlijk zo dat rivieren en kanalen veel belangrijker waren dan wegen. En uiteraard ook vanwege de mogelijkheid van het bouwen van havens en het faciliteren van handel. Maar kijken we door de bril van nu naar Nederland, dan zou je kunnen spreken van een omgekeerd landschap. Waar je eigenlijk het veiligste zou kunnen wonen, op de heuvelruggen en de Veluwe, daar hebben we de natuurgebieden. En op de lastigste plekken om te wonen, de polders in het westen, die bovendien steeds dieper zakken door de bodemdaling, daar wonen de meeste mensen. Zou je Nederland opnieuw inrichten, dan zou je wellicht de natte natuur in de laaggelegen gebieden projecteren en de woon- en werklocaties op de hoger gelegen droge delen. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Toch wordt in het meerlaags veiligheidsmodel veel aandacht besteed aan ruimtelijke ordening. Want ook nu vindt uiteraard nog steeds planontwikkeling plaats. En dan is het belangrijk om rekening te houden met het water. Hier een plaatje van een al wat ouder transformatiehuisje dat heel bewust in de hoogte is gebouwd. De overstromingen aan de oostkust van de Verenigde Staten in 2012 als gevolg van de orkaan Sandy hebben laten zien dat het belang van intacte vitale infrastructuur heel groot is om de gevolgen van een overstroming zo snel mogelijk weer te boven te komen. Een ander voorbeeld van een tweede laags oplossing is ruimte voor de rivier. In plaats van steeds hogere en bredere dijken langs een smalle rivier kun je soms beter kiezen, zeggen de voorstanders van dit model, voor een brede rivier, breed water in plaats van hoogwater. In het laatste verhaal vanmiddag besteden we aandacht aan zo'n situatie. Zei het dat het in dat verhaal over het regionale systeem gaat, dus niet het water van de grote rivieren. Het gaat natuurlijk niet altijd goed. Zelf heb ik meegemaakt dat er voor een bepaalde regio, ik zeg op dit moment maar even niet waar, nagedacht werd over de locatie van een nieuw regionaal ziekenhuis, ongeveer 20 jaar geleden. Ik werkte toen bij de betreffende provincie. En een provinciebestuur, geloof me, die heeft echt wel wat te zeggen over de plek waar bijvoorbeeld een regionaal ziekenhuis moet komen. Maar hoezeer wij als waterafdeling ook aandacht vroegen voor de vanuit hoogwater bezien nadelige locatie die in beeld was, we wonnen de strijd niet. Je zou, refererend aan het thema, kunnen zeggen: the facts did matter, but apparently not enough. Het ruimtelijk proces was al te ver gevorderd en er speelden natuurlijk ook allerlei andere belangen. En bovendien was het eigenlijk nog een beetje te vroeg, een paar jaar te vroeg, om vol de aandacht op te eisen voor de hoogwaterrisico's.
Weliswaar zijn later bij de bouw van dat ziekenhuis nog wel aanpassingen getroffen, waardoor het ziekenhuis meer hoogwaterbestendig is. Maar ja, als de toegangswegen niet verhoogd zijn aangelegd, hoe moeten die ambulances er dan komen? Juist bij een hoogwatercalamiteit is een regionaal ziekenhuis zeer belangrijk en dient het maximaal bereikbaar te zijn. En het is de vraag of het dat zo is. De derde laag uit het meerlaags veiligheidsmodel betreft adequate crisisbeheersing. Stel nou voor dat je ondanks alle inzet op preventie en alle andere keuzes en inspanningen die je doet, toch ziet aankomen dat je het niet gaat redden. Nog steeds heb je dan handelingsperspectief. Denk aan adaptieve evacuatiestrategieën. Bijvoorbeeld als de evacuatiewegen verstopt zitten of misschien wel daar bomen overheen liggen, dan is verticaal evacueren een veel betere optie dan horizontaal. Denk ook aan de bekende zandzakken. Die waren op 1 februari 1995 bij Ochten keihard nodig om een uiterst kritieke situatie te redden. Goede voorlichtingscampagnes, die horen ook in die derde laag thuis. Omdat daarmee het gedrag van burgers wordt beïnvloed, zodat zij voorbereid zijn op zo'n situatie. En het hoeft heus niet allemaal narigheid te zijn. Dat kan er ook best heel erg leuk uitzien. Kijk maar. Tussen de deskundigen is er behoorlijk wat strijd geleverd over dit meerlaagse model. Enerzijds zou je kunnen zeggen de hardliners, veelal uit de Delftse omgeving, die met overigens heel goede onderbouwing beargumenteerden dat preventie eigenlijk de enige route is. Anderzijds de zachtere kant met onder andere planologen, die bepleiten dat nadenken over de ruimtelijke ordening zeker geen kwaad kan. En dat dit, mits je er vroeg genoeg mee begint, er eigenlijk geen extra kosten mee gemoeid zijn. We laten dit voor wat het is en komen nu uit op de vraag, oké, waar moeten die dijken dan aan voldoen? Maar voordat ik naar dat derde kernbegrip ga, kijk ik even naar Ludolf of er al vragen zijn die zo, of opmerkingen zijn die zo prangend zijn dat we die aan de orde zouden moeten stellen. Ludolf? Nee, alleen we nemen de sessies op, maar dat weet ik, heb ik op de chat gezet. Oké. Geen opmerkingen waar we nu gelijk op moeten reageren, maar ik weet niet of iedereen het kon horen. Nog even attentie voor het feit dat de presentatie wordt opgenomen. Goed, we laten dus het andere onderwerp over de veiligheidsfilosofie nu achter ons. En we gaan naar de volgende deur, om het zo te zeggen. En daar staat op normering. Want die gaat dus over de vraag, waar moeten die dijken aan voldoen? In wet en regelgeving ligt uiteraard vast aan welke eisen de dijken, de kustbescherming en de kerende kunstwerken moeten voldoen. De cyclus die eens in de zoveel jaar wordt doorlopen, bestaat uit normeren, gevolgd door beoordelen en daarna indien nodig versterken. Regulier beheer en onderhoud is feitelijk de laatste schakel in de levenscyclus. De normen die in het verleden aan dijken werden gesteld, waren gebaseerd op een overschrijdingskans per dijkring. De dijk moest zodanig zijn dat hij een waterstand die zich met een bepaalde kans voordoet, zou kunnen weerstaan. In het binnenland beginnend ging het dan bijvoorbeeld om waarden van orde grootte 1 op 1000, oplopend tot 1 op 10.000 per jaar in West-Nederland. Zo'n getal wordt vaak uitgelegd als een waterstand van eens in de 10.000 jaar. Maar feitelijk moet het gelezen worden als een waterstand die zich voordoet met een kans van 1 op 10.000, elk jaar opnieuw. Dus de normen die waren gekoppeld aan een waterstand die zich met een bepaalde hele kleine kans voordoet. Kijkend vanuit het perspectief do facts matter en wetend dat de weerstatistiek minder dan 200 jaar beslaat, dan proberen we dus een schatting te maken van een kans op een gebeurtenis die ver buiten het domein van onze meetreeks ligt. Ja, op de middelbare school leerde ik al
dat het een hachelijke zaak is om een curve te extrapoleren tot ver buiten het bekende domein. Hoe betrouwbaar zijn de getallen die dit oplevert? 1 centimeter meer of minder maakt heel veel uit. En dat is feitelijk een van de lastigste dingen in dit vakgebied. Een ander fenomeen is dat het technisch inzicht in de mogelijke faalmechanismes, dus de oorzaken die ertoe bij kunnen dragen dat een dijk uiteindelijk bezwijkt, dat technisch inzicht daarin zich wijzigt. Er is sprake van voortschrijdend inzicht. Zoals bijvoorbeeld de kadebreuk bij Wilnis in 2003, een gevolg van droogte. De dijk was niet instabiel geworden omdat er te veel water tegenaan stond. Nee, het was juist de droogte die het veenlichaam zo had uitgedroogd en zo licht had gemaakt, dat de dijk geen tegenwicht meer kon bieden en dient ten gevolge opzij schoof. Dit was een faalmechanisme waar praktisch niemand uit de beheerderspraktijk bij stil had gestaan. Al bleek het overigens al wel in 1990 in een wetenschappelijk rapport of in een technisch rapport beschreven te zijn. Dat zult u later vanmiddag nog even te zien krijgen. Hadden we destijds dus meer aandacht aan de beschikbare feiten besteed, dan was Wilnis misschien niet gebeurd. Naarmate er meer onderzoek werd gedaan naar de faalkansen van dijken, werd het steeds duidelijker dat hele stukken dijk, hele dijkringen, niet voldeden. Ordegrootte 30% voldeed niet. Ze kwamen niet door de APK heen, zoals staatssecretaris Melanie Schulz laconiek kon opmerken. Al vergat ze eerlijk gezegd daaraan toe te voegen dat de consequentie een geheel andere was. Met een auto die de APK niet haalt, mag je niet verder rijden, maar de afgekeurde dijk bleef voorlopig gewoon ongewijzigd in functie. Dit wekte in het vakgebied hier en daar wel wat wrevel op. Een Delftse hoogleraar vergeleek de situatie van de bewoners achter de dijk een keer met die van passagiers in een vliegtuig, waarvan de gezagvoerder kort voor vertrek de cabine toespreekt en daarbij zoiets zegt als: nou, beste mensen, we gaan zo vertrekken, maar graag wijs ik er jullie op dat bij een recente keuring is gebleken dat van alle onderdelen waar dit vliegtuig uit bestaat ongeveer 30% niet voldoet aan de norm. Een wat sarcastische vergelijking, maar feitelijk wel gebaseerd op de feiten. Facts do matter, maar soms is er ook emotie nodig om de feiten de impact te geven die ze verdienen. Dus misschien niet onderbouwd of onderbuik, maar misschien wel onderbouwd en onderbuik. Overigens zijn er, zoals u ongetwijfeld weet, ook vandaag nog vele dijktrajecten die nog niet voldoen en versterkt moeten worden. En daar wordt vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma keihard aan gewerkt. Het is de bedoeling dat in 2050 alle dijken aan de gestelde norm voldoen. Tegenwoordig zijn de normen niet meer gebaseerd op een overschrijdingskans voor een dijkring, maar op iets anders. Ik sprak net eerder over dat rapport van het Planbureau met de vergelijking van externe veiligheidsrisico's met overstromingsrisico's. Bij het bepalen van welk veiligheidsrisico nog acceptabel is, wordt dit uiteindelijk, je zou kunnen zeggen heel kil, teruggerekend tot een acceptabel risico op overlijden. Rondom Schiphol, rondom olieraffinaderijen, dat soort plekken. Daar zijn cirkels te trekken waarbinnen je niet meer mag wonen, omdat het risico te groot is en waarbuiten je net wel mag wonen. In het waterveiligheidsbeleid wilde men 15 jaar geleden een beleid wat hier dan enigszins op lijkt, wat ook gebaseerd is op risico's. Inmiddels beschikte men dan ook over veel meer technisch inzicht in die specifieke faalmechanismes en was er ook veel meer rekenvermogen beschikbaar om alles te kunnen doorrekenen. En ook was duidelijk dat het kijken naar een hele dijkring niet precies genoeg is, omdat de locatie van een eventuele dijkbreuk ook uitermate relevant is. En met gegevens over het beschermde achterland, zoals het oppervlak, het hoogteprofiel, hoeveel mensen er wonen, de plek van de doorbraak, etc., kon ook steeds beter ingeschat worden wat de gevolgen van een eventuele overstroming zouden zijn. Dus met die combinatie van berekende faalkans en de berekende eventuele gevolgen kon bepaald worden wat per dijkvak het overstromingsrisico is. Immers, risico, kans maal gevolg. Ik vertel dit nu even in een paar zinnen, maar hier is
de afgelopen 15 jaar heel hard aan gewerkt. En er is ook heel veel energie in gaan zitten. Het resultaat van al deze inspanningen is dat we nu sinds 2017 over nieuwe normen beschikken die gebaseerd zijn op het overstromingsrisico per dijkvak. En dat we een beoordelingsinstrumentarium hebben waarmee op een zeer afgewogen manier bepaald kan worden of de dijk wel of niet voldoet. En tevens is er instrumentarium beschikbaar waarmee indien de dijk niet voldoet, de benodigde versterkingsopgave ontworpen kan worden. Dit bij elkaar wordt aangeduid met BOI, het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium. Mooi. Op naar de volgende deur. Als alle dijken straks voldoen, zijn we er dan? Nee. In de wet wordt nog iets anders genoemd. De zorgplicht. Dat is de vierde deur. Voor een veilig land gaat het er natuurlijk om dat de dijk altijd in orde is. Iets professioneler geformuleerd, de assets die ons ten dienste staan, moeten te alle tijden in orde zijn. Uit andere technische domeinen is de term asset management afkomstig. Een woord waar de gemiddelde dijkbeheerder een paar jaar geleden nog erg aan moest wennen, maar dat inmiddels aardig is ingeburgerd. De beheerder heeft dus een wettelijke zorgplicht, al noemt hij het zelf liever een zorgtaak. En deze taak loopt continu door. Bij het uitvoeren van de zorgtaak maakt de beheerder gebruik van gegevens uit diverse werkprocessen. Inspectiegegevens, bijvoorbeeld over de staat van de grasbekleding of de mate van graafschade door dieren. Informatie afkomstig van vergunningverlening en handhaving. Toetsresultaten, dus resultaten van de rekensommen, hoogtemetingen, geotechnische gegevens van de ondergrond, etc. Dat zijn veel gegevens en het databeheer, dus het aan elkaar verbinden ook van al die gegevens, het informatiemanagement, is daarom erg belangrijk. Maar dit blijkt in een aantal gevallen, sprekend over die zorgplicht, wel een beetje de Achilleshiel te zijn. Er is sprake van een instandhoudingsopgave. De dijk moet worden in stand gehouden. In deze fase van de lifecycle van de dijk gaat het dus over beheer en onderhoud. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het zogenaamde risicogestuurde beheer en onderhoud. Er worden precieze inschattingen gemaakt van wat er eventueel mis kan gaan, welke kans daarbij hoort en hoe grote gevolgen daarvan zouden zijn. En op basis daarvan wordt een onderhoudsplan gemaakt om dat alles te voorkomen en wordt dat onderhoudsplan uiteraard ook uitgevoerd. Dat is een vorm van maatwerk dus. En een zeer actueel onderwerp in dit veld is of de dijkbeheerder daarbij ook gebruik wil gaan maken van de NEN 2767 voor conditiebepaling. Daar zal in de loop van dit jaar in diverse webinars aandacht aan worden besteed. Ik kijk even naar de tijd en zie dat we al behoorlijk vorderen. Dus mede daarop gelet, stomen we door naar het vijfde en laatste kernbegrip wat ontsluiting biedt tot dit vakgebied. En dat is de klimaatverandering. Afgelopen zondag zat in het programma Buitenhof journalist en fotograaf Kadir van Lohuizen, die over de hele wereld locaties heeft gefotografeerd om de effecten van zeespiegelstijging in beeld te brengen. Dit is een van zijn foto's. Zijn expositie Reizend Water hangt in het Scheepvaartmuseum en is hopelijk straks nog even te zien als de lockdown afgesloten wordt, als die beëindigd wordt. Het punt wat hij aanroert is natuurlijk een kwestie die we allemaal kennen. De mens stoot in 150 jaar de energie in de atmosfeer die daarvoor in aardolie en steenkool vastgelegde zonne-energie was. Zonne-energie van tientallen miljoenen jaren, opgeslagen in planten en vervolgens aardolie of steenkool geworden. En in tientallen miljoenen jaren is vastgelegd, is gestold, dat brengen we nu in een paar honderd jaar in de atmosfeer. En dan ook nog eens in de vorm van
kooldioxide, een broeistof, een broeikasgas. Je hoeft geen geleerde te zijn om te snappen dat zoiets de balans drastisch zal verstoren. Naast opwarming en daarmee gepaardgaande zeespiegelstijging zal tevens het weer in onze streken veel grilliger worden. Extreme droogte, afgewisseld met perioden met intense neerslag. En veel meer stormen. De dynamiek van het weersysteem zal sterk toenemen. Maar veel van de klassieke hoogwatermaatregelen die we vanuit het verleden gewend waren om te treffen, dijken, terpen, een kustbescherming, die zijn voornamelijk statisch, afgezien van een aantal bewegende kunstwerken zoals keersluizen en keringen die open en dicht kunnen. Waar de dynamiek van het natuurlijke systeem zo sterk toeneemt, kunnen wij feitelijk niet meer volstaan met een statisch antwoord. En dan moeten we dus naar de mogelijkheid grijpen van een dynamische respons. Vandaar dus dat veerkracht, resilience, een belangrijk begrip is geworden. Evenals adaptatie. In het laatste verhaal vanmiddag wordt daar een fraaie uitwerking van gegeven. Omdat droogte en de tegenhanger daarvan, overvloedige neerslag, heel bepalend zijn voor het watersysteembeheer, zullen we vaker op zoek gaan naar oplossingen waarin het watersysteem en hoogwaterbescherming elkaar helpen. Het verhaal over de sluisdeuren van Deventer, dat hierna de eerstvolgende presentatie is, gaat daar onder meer concreet op in. Dat was de laatste deur die ik met jullie wilde bespreken. Maar nu nog een nabrander. De vraag die dit alles misschien oproept, is ook: hoe zal die toekomst er dan uit gaan zien voor ons? Gaan we het redden? Dit is een foto van het monument bij de Oosterscheldekering. En dat is 12 jaar geleden neergezet. Hier gaan over het tij, de maan, de wind en wij. Ed Leeflang, de dichter van deze regel, had in ieder geval toen hij het schreef, blijkbaar een groot vertrouwen in het vermogen en de kennis en de kunde van de Nederlandse wateringenieurs. Dat de mensen van Rijkswaterstaat het vervolgens op dit monument hebben neergezet, wijst eigenlijk wat mij betreft ook wel een beetje in de richting van enige hoogmoed. Ik begon mijn verhaal met twee golven die eraan komen. De coronagolf en de hoogwatergolf. Maar de klimaatverandering, dat is de echte golf. De golf met hoofdletters, zeg maar de Ubergolf. Die met een veel grotere golflengte en een veel grotere amplitude over ons heen zal komen. Lijken we ons dit nog steeds niet ten volle te beseffen. Ik hoop dat jullie plezier hebben beleefd aan dit verhaal. En Ludolf die legt net bij mij neer dat er twee vragen zijn die hij graag even in het midden zou willen gooien. Maar jij moet ze voorlezen. Dan ga ik even. De eerste vraag is van Wisseling. Het lijkt mij logisch dat de risicoafweging voor de zorgplicht is gebaseerd op de diagnose van zwakke plekken in de 12-jaarlijkse beoordeling. Ja. Wat jij ervan vindt. Anna die zegt dus, we hebben een beoordeling elke 12 jaar. De beheerder is verplicht om tenminste iedere 12 jaar de beoordeling te doen. En de zwakke plekken die daaruit voortkomen, die zijn eigenlijk ook nog extra input voor de zorgplicht. Ja, dat is natuurlijk zo. Kijk, we weten nu van bepaalde dijkvakken dat die niet aan, of niet volledig aan de gestelde eisen voldoen. Dat is voor de beheerder uiteraard reden om extra aandacht aan die gebieden, aan die dijkvakken te geven. Tenminste, mits hij door de activiteiten die hij vanuit de zorgplicht doet, en daarin is inspectie bijvoorbeeld heel belangrijk, informatie haalt die antwoord geven op de vraag of de dijk nog steeds in staat zal zijn om in ieder geval voor veiligheid te zorgen. Ja,
En de andere vraag is van Good Old Pieter Jan. AB is welkom. Ja, gaat over, nu wordt uitgegaan van het dijklint, meer integrale benadering, multifunctioneel gebruik. De klimaatdijk, bredere kruin met mogelijkheid van bebouwing. De dijk wordt dan onderdeel van de stedelijke gebied. Voor de Delftlandse. Ja, de vraag is. Hoe je daar ook tegenaan kijkt. Door de echo kostte het me moeite om een beetje geconcentreerd te blijven bij de vraag die ik gesteld heb. Maar het gaat ook over de situatie met Voorland. Ja. En wat is dan de vraag? Nou, of dat één lichaam is. Is Voorland en dijk één lichaam vormen? In ieder geval bij het beoordelen, dus of Voorland en dijklichaam één lichaam vormen. In ieder geval is het zo dat bij de beoordeling, bij de toetsing, daar rekening mee gehouden wordt of zou moeten worden. En er zijn daar ook leidraden en richtlijnen voor in ontwikkeling. Maar het is een lastige kwestie hoe je met die voorlanden precies rekening moet houden. Maar wel degelijk moet je erkennen dat die bijdragen aan een stukje veiligheid, dat zul je dus zo goed mogelijk willen meewegen. Goed, beste mensen, dat zijn de vragen. Dat was het dan. Wat betreft deze eerste sessie. Ik dank jullie voor de aandacht. Neem even een paar. We willen even een paar minuutjes pauze en dan gaat Jeroen Overman de volgende presentatie doen.